ik kan me gewoon niet indenken dat je dit kan. Mijn schatje denkt te weten wat voor challenge ik doe. Hoe doen die mensen dat? Altijd hetzelfde aan. Hallo, ik ben Denise en welkom bij deze nieuwe video hier op dit kanaal Dichtbij Denise. En jongens, vandaag een fascinerend onderwerp. Iets waar ik... Nou, ik kan me gewoon niet indenken dat je dit kan. Dat je zoiets ontwikkelt. Het lijkt me zo moeilijk. En aan de andere kant ook heel makkelijk. Namelijk mensen, iconen die altijd dezelfde outfit dragen. Ik dacht daar laatst ineens weer aan. En toen dacht ik, ja, hier wil ik ook eens mee aan de slag gaan. Een week lang. Kijken hoe dat voelt. Om altijd hetzelfde aan te hebben. Is het echt zo moeilijk? Heb ik elke dag zin in dezelfde outfit? Want mijn gevoel verandert heel erg van, ja, dan wil ik dit aan. Geeft het rust? Misschien wel. Dat zijn dingen die ik me nu allemaal afvraag. En waar je aan het eind van deze video antwoord op krijgt. Allereerst, ik heb natuurlijk een beetje research gedaan, want ik dacht om in eerste instantie alleen aan Karl Lagerfeld. Die had natuurlijk altijd zo'n prachtige zwarte outfit aan. Maar toen ging ik googlen en toen zag ik dat er meer fashion designers zijn die altijd dezelfde soort outfit aan hebben, zoals Vera Wang, Tom Ford, Michael Kors. En het is zo leuk om te zien en ja, het zorgt heel erg voor continuïteit, denk ik, ook rondom een persoon. Natuurlijk ook cartoons, hè jongens. Grappig zag je dan soms, ik zal in beeld zetten als ik iemand heb gevonden van dat zo'n cartoon zich dan ging omkleden en dan zag je 20 dezelfde outfits hangen. Maar dat laat wel zien hoe die cartoon dus is. Dat hoort daar gewoon bij. Morgen start ik hiermee en ik neem jullie dus zo mee naar mijn kast en dan laat ik zien wat voor outfit ik heb uitgezocht en hoe ik die keuze heb gemaakt. Ja, en ik heb al een beetje nu nagedacht en ik denk, kijk, ik heb vandaag toevallig zwart aan en dat is toch wel een hele, ja, klassieke kleur waar je zowel casual als gewoon netjes in overkomt. Elke dag een panty, daar hou ik niet van. Ik hou wel echt van leggings, dus ik ga voor een zwarte legging of disco pants. Dus daar kan ik wel in variëren, maar in ieder geval een strakke zwarte broek. Deze zwart. En daarop kan ik dan een zwarte top doen. En met die zwarte tops kan ik ook weer variëren, als ze maar zwart zijn. Een zwarte kooltrui. Ja. En een mooie zwarte colbert. En daar heb ik, die ga ik wel, denk ik, echt elke dag hetzelfde aandoen. En dan ben ik heel benieuwd of iemand dat ziet. En of er wat van gezegd wordt. Van Bershka is het. Ik denk dat die stijliconen ook wel na hebben gedacht waar ze zich nou het best in voelen qua schoenen. En bij mij is dat toch echt hakken. Dus ik ga voor een zwart enkellaarsje. Ja, dan hoef ik lekker niet na te denken. Eigenlijk is het ook wel fijn. Alleen een schoon shirtje even iedere dag. Waar ik jullie natuurlijk over update. En trouwens, Luc weet het niet. Ik ga expres niks zeggen. Dan ben ik heel benieuwd of het hem opvalt. Want hij zegt best vaak van, oh, wat zie je er leuk uit. Ik ben benieuwd of het hem dan ook opvalt als ik altijd hetzelfde aan heb. Good morning. Ik voel me helemaal netjes, jongens, met mijn zwarte outfit. Ik moet erg wennen aan de kleur. Want normaal zou ik nu, denk ik, wel een legging aandoen. Want dat item heb ik niet voor niks gekozen. Maar met een lekkere gekleurde wollen trui of zo. Ja, dat vind ik nou ineens jammer vandaag. Ja, want nu is het maar zwart. En nu is het nog redelijk donker buiten. Dus vanmiddag maak ik even een outfit shot buiten. Nou, het valt me zwaar hoor. Ik hou toch wel heel erg van afwisseling. En ik betrapte mezelf erop dat ik eigenlijk al dacht van, oh, morgen ga ik dat aan doen. Maar ja, dat mag dus niet. Ik zou bijna zeggen dat ik er spijt van heb. Maar dat mag ik niet zeggen, want het is pas net begonnen. En ik moet wel even de uitdaging aan. Dus morgen weer helemaal zwart. En ik ga wel even de legging verwisselen voor een disco pants morgen. Want dan is het nog steeds een zwarte broek. Eerlijk is eerlijk. Morning, hier is de outfit. Met deze schoenen vandaag. Want ik moet, ja, ik heb buitenbeurt, zoals dat heet. En dan vind ik het toch fijner om even lage schoenen aan te hebben. Dus vanmiddag wissel ik die om voor de hakken, zoals afgesproken. Ik hoop dat jullie het begrijpen. Ik heb de disco pants aan. Een leuke, ja, knit top. en het jasje. En ik moet jullie nog wat vertellen. Wat is er nou? Gisteren zeiden al maar liefst 2 mensen: oh, je hebt helemaal zwart aan. Dat ben ik niet gewend. Dus dat is jammer als het al gelijk op maandag gebeurt. Want ja, dan ligt je outfit wel onder de loep. Dus ik ben benieuwd of het vaker op gaat vallen. Vandaag dus weer. Dus ik hou jullie weer op de hoogte vanmiddag. Jongens, een spannende wending. Mijn schatje denkt te weten wat voor challenge ik doe. Nou, zeg maar dan. Nou, ik denk dat je elke dag zwarte kleren aan doet. Oh! Meen je dit nou? Ja. Is het goed? Ja, het is goed! Ik snap het al. De broek en het jasje moet hetzelfde zijn steeds. Dus zij heeft het al gelijk door. Ik ga zo vragen wat oma ervan vindt in het zwart helemaal. En ik came al in het? Grijs. In het grijs. Met welke patas? De Kors. Oh, heerlijk weer. Oh, heerlijk. Maar die andere is nog niet vol, hoor. Oh. Is dit wel een andere, toch? Ja, dat is de nieuwste editie. Oh, die andere vind ik moeilijk, weet je, met die zwarte dingetjes. Daar heb ik geen verstand van. Ja. Maar deze vind ik goed. Dit is voor kinderen van 5 jaar. Nou. Nee, grapje. Ja, dat komt goed uit. Nee, kom goed uit. Nee. Ik ben 85. Maar oma, ik nog 1 korte vraag. Ja. Valt je iets op aan mijn outfit? Ja, mooi zwart. Hey. Heel mooi zwart. Alles is zwart. Ja. Maar vind je dat niet somberig of juist leuk? Nee hoor, dat vind ik leuk. Oh, bedankt. Nou, ik vind dit wel fijntjes hoor. Ja, ik moet dat de hele week aan. Oh ja? Ja. Ja, nou, ik vind het wel mooi. Nou, kiers op. Kiers. Twins. Morgen, jongens. Mijn haar zit lekker in een staart vandaag, weer eens lang geleden. En mijn outfit, nou dat is vandaag deze zwarte outfit. Ik heb weer de legging aangedaan. En ik heb een soort van body aan van Asos. Met daaronder een hemdje, want hij was wel heel laag. En dat leuke jasje weer eroverheen. En ik moet zeggen, ik was hem heel erg zat. Maar ik vind hem hier weer helemaal goed bij passen. En vooral omdat het dan over dat gedeelte ook van die legging heen valt. Hé, wat is dat nou? Blauw? Ik heb wel even de man met de hamer hoor, want ik heb gewoon mijn zwarte outfit van vanochtend aan hoor. En ik had echt heel de dag mijn jasje aan. Maar ik ben gewoon blij dat ik nu het 's avonds koud kreeg. En dat ik mijn trui er overheen aan kon. Nou, dat laat wel zien dat ik mijn outfits zat ben. Hoe doen die mensen dat? Altijd hetzelfde aan. Ik kan me voorstellen dat het zo zwaar weegt om een stabiele look dan neer te zetten. Maar nou, dat is echt moeilijk zeg. Ik kan alleen maar denken aan alle andere dingen die ik aan wil. Mijn witte leren broek. En ik moet echt nog 2 dagen doorzetten. Ik ga even naar mijn kast. Want kijk, als het goed is, heb ik hier, ja, kijk. Ik heb een leren broek, maar ook een velvet broek. Kijk, je moet roeien met de riemen die je hebt. Dus het is weer een zwarte broek. Het jasje natuurlijk. En dan denk ik eventjes maar weer een kooltrui. Zo. Ik ga wel even wat leuks ervan maken, want negativiteit, dat is nou ook weer jammer als ik die toon aansla. Dus ik ga morgen lekker eventjes een leuk outfit shot maken voor jullie. Life is a winding road. No telling where it goes. Jongens, weet je wat echt les nummer 1 is van deze video voor mij? Dat je blij moet zijn met wat je hebt. Want deze uitkomst had ik totaal niet gedacht toen ik deze video begon. Ik dacht dus dat zwart me niet zou gaan vervelen. En dat doet het op zich ook niet. Maar ik wil gewoon zo graag iets anders aan. Dit klinkt heel overdreven, want het is maar kleding. De kledingstukken die je hebt, die leer je zo waarderen als je alleen maar hetzelfde aan mag. Dus sommigen vragen wel eens aan mij van, heb je een tip voor als ik bepaalde kleding nooit aandoe? Nou, doe eens gewoon de hele tijd hetzelfde aan. Want dan leer je wel even hoe geweldig het is dat je ton aan keuze heb in je kast hangen. En wat ik ook heb geleerd is dat het heel knap is om zo stabiel te kunnen zijn dat je elke dag hetzelfde aan kan. Ik vind dat zo knap. Ik ben ook heel benieuwd of jullie het ook gaan proberen. En dan, als je dat doet, wat jouw ervaring daarbij is. Laat het me weten en doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En vergeet niet om te abonneren. En dan bedank ik je voor het kijken en zie ik je heel graag de volgende keer terug met, ik denk, een adventskalender. De eerste dit jaar. Ja, jou ga ik aandoen nu.